ik heb een beetje voorliefde voor Japans of voor een beetje de Aziatische dingen. Je zal zien hoe Carla haar kleren draagt en zij draagt haar kimono's als jas bijvoorbeeld. Het is een handgemaakte kimono, dat zie je eigenlijk aan de steekjes die erin zitten. Hmm. Kijk maar, die vogels, de kraanvogels en de pastelkleuren en het contrast, dat vind ik heel erg mooi. Ja. Ik ga geen basic kleding kopen, dat vind ik helemaal niks. Het moet echt iets speciaals hebben. Ik merk dat de mensen dat ook, de klanten dat ook heel erg leuk vinden. Wat een te gekke winkel. Ja, die stoffen. Prachtig. Echt, ik ben gelijk op reis. Deze is echt prachtig ook. Beetje grote knopen, weet je. Ja, dat vind ik dan wel heel erg leuk. Zit zelfs een zitten zelfs zakken in. Echt geweldig. Oh, hij is prachtig. Het is wel zacht. Nee? Want het is een beetje een grappige kleurencombi van dat geel en bruin. Je gaat sowieso naar bepaalde plekken, bijvoorbeeld in Italië volgens mij. Onder andere, ja. En je hebt een paar adresjes. Ik heb hier in Amsterdam en buiten Amsterdam heb ik een aantal adressen waar ik regelmatig kom. En waar ik eigenlijk heel moeilijk slaag vaak. Maar ik probeer toch alleen maar datgene in te kopen wat ik zelf heel leuk vind. Mm. En dat is eigenlijk mijn manier van inkopen. Als ik iets niet leuk vind, het verkoopt heel goed. Maar als ik het niet leuk vind, dan komt het ook niet in de winkel. Als ik iets leuks vind, dan koop ik het en het moet gewoon mij zijn. Als je het hebt over recyclen of over vintjes, tweedehands, dan is dit gewoon een uitermate leuke plek om gewoon eens te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Want waarom zou je altijd wat nieuws willen kopen? En hier zijn de kleurrijke, een beetje excentrieke, soms een beetje statement uit, zo interessant. Dat het de moeite waard is om je te laten inspireren. Want dat doet dit winkeltje enorm.